Nog vier dagen, als ik goed tel. 9 november. En dan is het zover. Dan kunnen we aan de slag met God of War Ragnarok. En uh, dat is een game, jongens, die leeft enorm bij ons op de redactie. En ik denk ook bij jullie thuis. Want met Elden Ring denk ik dat deze game, door al dat uitstel, al die games die verdwenen zijn naar 2023, uh, dat dat gewoon de games van 2022 gaan worden. En de previews die ik al gezien heb. Uh, ja, die zeiden, die waren eensluidend van het is minimaal net zo goed als de voorganger God of War en misschien wel beter. Nou, dan zitten we fucking goed. Maar, ik wil toch een beetje gaan opwarmen. Ik wil een beetje gaan opwarmen, een beetje in die God of War vibe komen. En Dus ben ik even in de geschiedenis gedoken van deze serie. En ik ben toen even in mijn, uh, mijn mancave, die ik natuurlijk sinds een half jaar heb, waar al mijn games staan... Uh, even gaan kijken of ik inderdaad nog uh, al die God of War games had. En jawel, ik heb ze nog. Uh, deeltje 1 op de PlayStation 2 in 2005. Daar is die, dames en heren. Wat een game was dat. Uh, God of War 2 heb ik ook. Ook een briljante game. Uh, dan heb ik hier dan weliswaar de remastered version. Maar dat is God of War 3. Jawel, PlayStation remasterde in die tijd ook al. Ik weet niet... Wanneer dit is, of ik het kan zien, 2010-2015, um, maar in ieder geval remastered. En ik heb ook God of War Ascension. Uh, dat was een game voor de PlayStation Portable. Uiteindelijk ook overgezet naar de PlayStation. En eigenlijk heb ik alle God of War games echt heel graag gespeeld. En uh, sommige zelfs twee keer. Bijvoorbeeld deze heb ik natuurlijk gewoon een keertje. Oh, dit is de ja op de PlayStation 3 en op de PSP gespeeld. Um, ja, mythologie. Uh, Grote kerel die woest uithaalt. Uh, en een, een mooi karakter ook, Kratos. Want het was niet een eendimensionale spierbonk. Nee, het was iemand die eigenlijk heel kut deed. Want hij heeft zijn eigen vrouw en zijn kinderen vermoord. Um, hij heeft uh, uh, uit de onderwereld allerlei creatures laten vrijkomen naar de gewone wereld. Hij heeft allerlei dingen gedaan die niet bepaald netjes zijn. En toch... En toch hield je van die gast. En uh, heb je dus inmiddels al een game of acht met hem gespeeld. En ga je straks weer met hem spelen. Dit keer natuurlijk in de Noorse mythologie. En de makers van de game hebben al aangegeven dat. Het Noorse gedeelte is nu afgelopen met uh, de komende game. Maar er gaan ook nog meer games komen. En ze hebben ook nog eens aangegeven: willen niet de hele tijd vijf jaar doen over de ontwikkeling daarvan. Het moet sneller gaan gebeuren. Uh, maar laten we even gewoon gaan naar het begin. En uh, zoals altijd, als je dan weer gaat proberen te uit te vinden hoe zo'n game tot stand is gekomen, dan zie je vaak dat het toch ook. Ja, het had, het had laat ik het zo zeggen, had zomaar ook de hele andere Kant op kunnen gaan. God of War is een action-adventure-game en ja, dat mag je vrij letterlijk nemen. Er zit ontzettend veel actie in en er zit ook wel een soort van adventure in, qua dat je de werelden doorheen gaat om te kijken waar je naartoe moet en af en toe komt er ook nog een puzzel voorbij die je moet oplossen, maar het is vooral natuurlijk heel erg action-driven. En Ik hou van actiegames, heel veel mensen houden van actiegames en de actie is. Buitengewoon bruut. Of het nou gaat om de oude delen. Dus uh, deze delen die gewoon meer van bovenaf waren. Schuin van bovenaf. Uh, of dat je op een gegeven moment echt meekeek. Over de schouder. Third person. Traditioneel. Uh, vanaf God of War. Een soort van reboot als het ware. Is het natuurlijk niet. Maar voor mij wel een herijking van een serie. Die eigenlijk volgens de makers um, ja, op was. Uh, en, en, en die hebben ze weer gebracht naar. De moderne tijd. En dat is super knap. Want er zijn heel weinig partijen die erin slagen om een franchise die heel geliefd was, zomaar ineens echt heel anders te maken en nog steeds. Dezelfde kwaliteit of misschien nog wel meer kwaliteit te leveren. Dat is echt buitengewoon knap van Santa Monica. Want die maakte de games voor de Playstation. Um, uh, en dat doen ze ook in het geval van Ragnarok. Uh, in totaal zijn er dus 51 miljoen stuks van God of War verkocht. Van al die games. Uh, dat zijn de laatste cijfers 2020. Tel daar een miljoentje misschien bij op op dit moment. Maar uh, ja, ga er vanuit dat Ragnarok gewoon deze serie richting de 65 tot 70 miljoen moet Gaan, uh, uh, moet gaan rekken. Um, er zijn natuurlijk allerlei games van uitgekomen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar uh, er is ook een film bijna van gemaakt. Op een gegeven moment hebben ze die wel gecanceld. Er komt wel een serie aan. Die moet dan naar Amazon Prime gaan. Um, er zijn boeken van gemaakt. Er zijn comics van gemaakt. En er is ook een heavy metal album geweest. Dat wist ik helemaal niet. Het heet Blood and Metal. En als je een beetje googelt kun je die nog wel beluisteren. Dat zijn eigenlijk de metal tracks die je hoort... Gemaakt door ook echte bands. Uh, vanuit de game. En dat is best wel een tof album. Dus die heet Blood and Metal 2010. Um, laten we beginnen met het begin. Uh, heel veel mensen denken dat Kratos. Dat dat, uh, een fictief karakter is. Want het is natuurlijk. de verhalen zijn gebaseerd op de Griekse mythologie. Uh, maar. Wel met de vrijheid, de dichterlijke vrijheid die de makers hadden om dingen aan te passen. zodat het echt vet werd in de game. Laat ik het erom zo zeggen. Ik bedoel, ze wilden gewoon spektakel maken. En dan zou je zeggen dat Kratos, wat in de game een fictief karakter is. dat het helemaal fictief is, maar dat is niet zo. Want Kratos, en dat weet ik nou toevallig omdat ik op het gymnasium Grieks heb gehad. Het woord Kratos, uh, dat betekent kracht. En er is ook daadwerkelijk een, een figuur in de Griekse mythologie. Hij is de zoon van een uh, Titan, Pallas. En uh, de godin Styx. Dat is weer volgens mij van die rivier, maar goed, dat weet ik allemaal niet. Um, die heeft een kind gebaard en die heette Kratos. En hij heeft deze naam overgenomen. En dat staat dus voor kracht. Nou, en als je kratos ziet, uh, kratos ziet, dan zie je ook gewoon dat de man krachtig Is. Um, iedereen kent hem natuurlijk als deze kale gast met die mooie rode banen eroverheen. Uh, maar dat was zeker niet het begin. Ik heb wat, wat oud, een oude tekening gevonden uh, die ik kan laten zien. En dit zijn de eerste schetsen van Cradles. Van um, gemaakt door Santa Monica. Uh, David Jeff is um, de man die dit. Uh, eigenlijk verzonnen heeft. Uiteindelijk heeft hij het samen uh, groot gemaakt met uh, Corey, Corey Balrog, dat is een andere developer. Um, en je ziet hier uh, bijvoorbeeld op het linkerplaatje zie je creators met een kind op zijn rug. Um, dan zou je denken van dat, wat, hoe dan? Weet je wel, zo'n krachtpatser met een kind op de rug. Dat, dat, dat staat ook voor een bepaalde kracht die hij heeft. Hè? Hij komt op voor het kleine, voor het kwetsbare. Um, maar hij toont zich krachtig, maar hij toont zich ook kwetsbaar. Uh, en hij had op een gegeven moment ook lang haar. En uiteindelijk is het dus. Ben ik eigenlijk wel blij mee, want ik vind deze characters niet heel erg cool. Is die dus een kale kerel geworden. Met een sikje en um, ja, rode baan over, uh, over zijn lichaam. Fantastisch, mooie character. Die inmiddels ook in. Ik denk wel een game of tien ook cameos heeft gemaakt. Hè? Hij, hij, volgens mij zit hij zelfs in Mortal Kombat. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Um, het is een icoon. Kratos is inmiddels gewoon net zo'n icoon als een Mario of een Sonic. Uh, of een, een Master Chief. Het is gewoon... Laat iemand een plaatje zien. Een gamer. En hij zegt... Hey, Kratos, God of War. En als je dat kan bereiken als developer heb je iets goed gedaan. Ehm... Um, Sonne, uh, Santa Monica Studios was, voordat Kratos of de eerste God of War gemaakt werd, eigenlijk nog een vrij kleine, onbekende studio die games maakte voor de PlayStation. En hun eerste game was Kinetica. Kinetica, Kinetica. Um, we zien wat beelden. Het is een race game. Dit heeft werkelijk helemaal niks met fucking God of War te maken. Um, ik heb deze game ook nooit gespeeld. Als ik het zo zie, dan denk ik ook, het is gewoon een... Bloody Wipeout clone. Volkomen oninteressant. Uh, lekker belangrijk. Ik hoef het niet te spelen. De um, game was een redelijk succes. Niet heel echt qua geld. Maar bij PlayStation zagen ze wel van: oké, okay, deze jongens kunnen wat. En uh, zij kregen dus wat geld om eigenlijk te werken aan een nieuw. Een nieuwe IP. En uh, David Jeff, dat is dus de game director en de uh, uh, creator van dit geheel. Inmiddels is hij al een tijdje weg uh, bij uh, PlayStation. Hij heeft eigenlijk alleen maar de eerste game gemaakt. Daarna is hij zijn eigen studio begonnen. Toen heeft hij weer ruzie gekregen met PlayStation. En vandaag de dag zit hij vooral op YouTube. Uh, heel erg af te geven op de gamesindustrie. Klein beetje gefrustreerd deze man. Maar eer wie eer het uh, toekomt, hij is degene die uh, God of War en Creators bedacht heeft. En um, hij heeft later ook toegegeven dat dat niet een soort van hele eigen gedachte was. Iets wat hij totaal van scratch zelf verzonnen heeft. Maar um, hij dankt eigenlijk Capcom, want hij heeft heel vaak Onimusha gespeeld. Onimusha is ook zo'n warrior game. Toffe gast, weet je wel. Zwaarden, slaat overal dwars doorheen. Um, en hij had zoiets van, oké, okay, maar als ik nou zo'n zo gast neem, zo'n zo zo keiharde bikkel... Um, en ik mix dat met Griekse mythologie. Want daar had hij wat mee. En dat is eigenlijk de basis van God of War uh, gebleken. En hij heeft daarnaast nog een aantal andere invloeden: Clash of the Titans, dat was een film in 1981. Uh, hij zei van ik vind die film vind ik fantastisch. Dat die wereld, en als je dat dan weer. als je dat mixt met, uh, met Heavy Metal Magazine, dus eigenlijk die metal invloed. Um, zo kwam hij een beetje uh, tot het idee. Uh, Raiders of the Lost Ark. Ook weer een, invlo een, een invloedrijke film die hij noemt als het gaat om het idee om God of War te maken. Maar eigenlijk de basis is dus Onimusha meets Greek myth Mythology. En um, ze gebruikten gewoon de, de, de engine van Kinetica erachter om dus die eerste game um, te gaan maken. Um, 2002 is die aangekondigde game dat ze hem gingen maken. 2004, at the Santa Monica Gamers Day. Ik heb er nooit van gehoord, maar blijkbaar was het er. Ik ben wel in Santa Monica geweest bij uh, 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 de studio van uh, uh, Sony. Maar deze ken ik niet, 2004. Toen is die echt uh, geopenbaard. En in 2005 is deze game uitgekomen. En het basisverhaal van, God of War, van de allereerste God of War is natuurlijk... Uh, deze Kredos een, 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 een Spartaan, een Spartaanse krijger. En je weet het, de Spartanen dat was een, dat was een krijgersvolk. Dat, dat, dat oorlog voeren was eigenlijk hun hoofdberoep. Uh, daarnaast deden ze nog wat landbouw. Dat deden eigenlijk vaak de vrouwen. Zij waren waanzinnige krijgers. Nou, iedereen die de film 300 heeft gezien, die weet nog een keer de legende van die kleine groep Spartaanse krijgers die het grote Persische leger tegenhielden. Uh, het waren keiharde wars. En hij is er één van. Uh, hij heeft uh, tien jaar dienst geleverd aan de goden. Want de Grieken geloofden heel erg in de goden. Uh, maar uiteindelijk gaat er iets helemaal fout. En um, de godin Athena die vraagt aan Kratos om Ares, de, go de god of war, uh, te doden. Nou ja, dat, dat, dat hele verhaal gaat hier. Uh, uh, die ga je hier meemaken, dat eerste deel. En uiteindelijk. Um, ja, zorgt het er ook voor dat hij zijn eigen vrouw en kinderen vermoordt? In een, ja, een, een fout. En um, ik wil niet te veel spoilen, maar het feit is dat Kratos vanaf dat moment getekend is voor het leven. Eigenlijk vindt hij het leven niet zo heel erg leuk meer en heeft hij alleen nog maar. Wraakgevoelens en agressie in zich. En dat gevoel kan iedereen gebruiken, aanwenden. voor zijn eigen doel. En in de komende games. Uh, zie je ook de hele tijd dat hij daarvoor gebruikt gaat worden. 2005 kwam die game uit. Ik vond het briljant. Um, uh, het was Sony ten top. Sony kwam altijd met dit soort nieuwe franchises. met actie. Het zag er topnotch uit. Het speelde heerlijk. Um, alles was gewoon goed aan die game. En. Vanaf dag één had Sony er een fantastische uh, IP bij. Uh, David Jeff uh, is daarna verdwenen. En dat is eigenlijk één rode draad door de ontwikkeling van al die God of Wars heen, is namelijk dat, de, dat ze elke keer, als ware te film, je ziet het wel vaak bijvoorbeeld met superheroes. Uh, dat de producent. En dat is vaak dan uh, Cory Balrog... Um, dan elke keer een andere director. Een creative director. Neemt om de serie een vervolg te geven. Waarom doet hij dat? Een frisse blik, misschien vernieuwingen... want ieder nieuwe director neemt zijn eigen mindset mee... zijn eigen ideeën, zijn eigen visie. En uh, als je dat gewoon goed gebruikt... dan zie je elke keer weer frisse elementen in die game terechtkomen... die ervoor zorgen uh, dat het geen ingeslapen, duffe boel wordt... weet je, een herhaling Want God of War 2, um, die... Uh, kwam in 2007 uit. Dus twee jaar later al. Uh, op de PlayStation 2. Um, dat was niet een. Een sequel. Eigenlijk ging de game gewoon door waar het gestopt was. Uh, dat, dat, ja, het, eigenlijk is het gewoon één verhaal die ze hebben willen vertellen. Met God of War 1, 2 en 3. En de PSP-games. Uh, het is eigenlijk gewoon één verhaal. Het is bijna episodic zou je het kunnen zeggen. Alleen ja, episodic. Bij een, nou, oké, okay. de games waren ongeveer tien uur lang, dan kon je hem uitspelen. Uh, maar wat ik zeg, het is niet een vervolg met een aantal jaren tussen. Het is steeds gewoon eigenlijk waar het verhaal stopt. Gaat de volgende uh, door. In, in God of War 2 uh, is Kratos eigenlijk gewoon een beetje verveeld. En uh, gaat, hij, uh, de Spaans, uh, gaat hij het Spartaanse leger weer helpen uh, om uh, Athene aan te vallen. En dat doet hij tegen natuurlijk de wens van de godin Athena. Um, en ja, dan heeft hij weer op een gegeven moment ruzie um, met Zeus. Uh, en hij moet de kolossus van Rodos moet hij gaan uh, vermoorden. Daar, er zitten weer heel veel mythologische uh, ja, verwijzingen in. Uh, ook hier is het een en al oorlog, ellende. Uh, en uh, ja, moet hij alle zeilen bijzetten om uiteindelijk die kolossus te vermoorden. Ook deze game weer. Absoluut een succes. Het was tof om te spelen. Zaten er zaten weer wat nieuwe elementen in qua gameplay. Um, het platformgedeelte. Um, wat het ook gewoon heel tof maakte. De orbs. Weet je wel. De groene, de rode, de paarse. Ook deze game was gewoon. De kwaliteit lag heel erg hoog. Um, 2008. Hebben we alweer het volgende deel? Dat is binnen een jaar. Sony had echt het idee van: hé, hey, we hebben hier echt iets goeds in handen, dus dat moeten we ook vermarkten. De uh, Chains of Olympus. Het is een PlayStation Portable game. Gemaakt door Ready at Dawn. Ready at Dawn maakte de PlayStation Portable games. En het was uh, Santa Monica die de games maakte voor de PlayStation. Dus de console games. En um, eigenlijk maakte Ready at Dawn. Ook fantastische spellen. Deze games waren ook gewoon echt heel erg goed. Ik denk dat het... Als je het hebt over de games die ik op de PSP heb gespeeld... Een wipeout kan ik me nog heel erg herinneren. Uh, en eigenlijk deze game. Dat geeft ook wel aan dat de PSP... Het was een fantastische console. Maar qua games die er speciaal voor gemaakt zijn... Liet het soms nog een beetje te wensen. Over ik ben ongetwijfeld wel iets vergeten. Uh, maar deze kan ik ook nog heel goed herinneren. Uh, deze speelt zich weer een beetje af voor het vorige deel... En uh, hij heeft nu de, de Persische leger uh, verslagen en uh, hij komt erachter dat de zon is gekaapt door Helios, de god van de zon. En ja, goed, dan moet hij dan allemaal weer gaan oplossen. En dat betekent dat hij weer uh, zijn wapens moet gaan pakken en uh, ja, oorlog maken, strijden, knallen, uh, of nou knallen niet, maar uh, vechten, beuken, rammen. Um, op de bekende wijze. En het werkte gewoon hartstikke goed op de PlayStation Portable. Um, en ja, fantastische game. Ook binnen een jaar. En je ziet dan, want uh, 2010 kwam alweer God of War 3 uit. Dus dat betekent weer drie jaar later. Even kijken, ja, drie jaar na het vorige deel kwam God of War 3 uit. Um, het begint met uh, de aanval op de Olympus, en, um, en, en dat was ook het einde van God of War 2. En uh, ja, de goden tegen de titans. En um, uiteindelijk uh, krijgt um, meneer Kraders de opdracht om Zeus, Zeus dan ook maar aan te vallen. En wat ik al zeg, de man is zo getormenteerd als ik weet niet wat. Het maakt hem allemaal geen ene reden meer uit. Want zijn leven, leven is sowieso uh, verkloot. Omdat hij natuurlijk zijn eigen vrouw en zijn kinderen... Die, 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 ja, dat draagt, die, die ellende draagt hij altijd met zich mee. Dus hey, als ik mensen moet vermoorden, uh, dan vermoord ik ze. Dit is de hoogste god en ik kan me eigenlijk de eindseques, de eindscène van deze game nog heel goed herinneren. Ook weer een prachtige game, weer een andere uh, director. Corey Balrog is dan eigenlijk gewoon een beetje het, de rode draad, iemand die er altijd wel bij is gebleven. Maar um, ze vragen steeds gewoon andere mensen om deze serie uh, te volmaken. Nou, je ziet het ook grafisch het alweer een enorme vooruitgang. Uh, het grappige was dat deel 2 had op de PlayStation 3 kunnen uitkomen, maar is op de PlayStation 2 uitgekomen. Um, en de reden was heel simpel. Hij zei. Uh, want de PlayStation 3 was toen al vier maanden uit. En hij zei: Van. Ik wil gewoon 100 miljoen mensen dit avontuur bieden. En niet een paar miljoen. Makes sense. Uiteindelijk is hij ook wel nog netjes naar de PlayStation 3 overgezet hoor. Maar uh, waanzinnige game weer. En um, daarna kwam God of War Ghosts of, Ghost of Sparta in 2010. Dus dat is in hetzelfde jaar. Op de PSP. Weer van Ready at Dawn. Um, dit is na, uh, speelt zich af na God of War, maar voor God of War 2. En uh, uh, ja, op zoek naar, uh, hij gaat op zoek naar zijn moeder. Want ja, dat, dat, ja, nee, ja, ook hij heeft een moeder, dus die moet hij dan gewoon even gaan zoeken. En uh, als hij haar dan ontmoet, dan verandert ze weer in een monster. En moet hij er ook nog een keer vechten. Nou ja, hoe kut is het leven van deze man? Deze man heeft echt een scheidleven en uh, wordt dus ook nog eens een keer met deze ellende ge, um, ja eigenlijk uh, geconfronteerd. Um, 2013 weer een uh, nieuwe uh, uh, game. Inderdaad, dat is dus God of War uh, Ascension. Uh, oh nee, dat is inderdaad, Ik zei eerst dat het een Portable game was, maar dat is dus een PlayStation 3 game. Um, gemaakt door Santa Monica. En uh, dit speelt zich zes maanden af uh, nadat uh, Cradles eigenlijk een beetje uh, door een list uh, zijn eigen familie heeft vermoord. En um, dat is weer nog voor het, uh, het evenement van God of War. En ook hier zie je alweer. Ja, het, het schiet er gewoon uh, prachtig uit, deze game. Dit is natuurlijk wel uh, filmies allemaal. Um, je merkte toen al wel een beetje dat de sleet op God of War begon... Uh, ja, de sleet begon er een beetje in te geraken. De, de, het, het was, we, we kenden nu die top-down actie, die kenden we wel. Het bleef gewoon heel erg vet, maar het is nog steeds... Het bleef een beetje hetzelfde, je zag weinig vernieuwing erin... Uh, en binnen Santa Monica leeft ook een beetje het idee van... ja, we, zijn, we zitten er een beetje doorheen. Het verhaal was sowieso nu klaar. Het verhaal was verteld dat hij zijn familie heeft vermoord. Hij heeft inmiddels elke god in de Griekse mythologie... heeft hij zo'n beetje wel een kopje kleiner gemaakt. En um, it was done. En de vraag was, gaan we ermee door? Gaan we door met God of War? Of is dit gewoon het einde... Uh, van de serie 2018. En al vrij snel besloot ze bij Santa Monica. Nee, we willen ermee doorgaan. Er zijn nog ontzettend veel mooie verhalen te vertellen in de mythologie. Um, het verkoopt natuurlijk ook nog steeds heel erg goed. Want dat deed de, 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 dit deel ook. Wel minder dan de voorgaande uh, delen. Um, er zit gewoon nog rek in. En het grappige is toen uh, dat men um, is gaan kijken naar van oké, okay, waar gaan we dan naartoe? Welke mythologie gaan we dan nemen? Er zijn natuurlijk ontzettend veel religies en mythologieën om te nemen. En de helft van het team dat wilde de Noorse mythologie. En de andere helft van het team wilde de Egyptische mythologie. En uiteindelijk is dus gekozen voor de Noorse mythologie. Uh, Cory Balrock heeft de knoop doorgehakt. En waarom zei hij nou? Hij zei die Griekse mythologie die is een stuk. Complexer dan de Noorse mythologie, die vrij primitief is. Uh, je weet je ook, als je kijkt naar de bevolking: er waren allerlei natuurgoden. Uh, maar er was nog niet echt sprake van een hoogbeschaafde beschaving. Dat was bij Egypte wel zo. De farao's waren ook nog eens een keer goden. Uh, veel complexer, veel meer te vertellen. En ze wilden die game eigenlijk wel binnen vier jaar af hebben. Nou, dat is dan net niet gelukt, want het is 2022 geworden. Dus ze kozen uiteindelijk voor de Noorse mythologie. En voor het feit uh, dat Kratos inmiddels een stuk ouder is. Uh, want dat zag je natuurlijk in God of War, die in 2018 is uitgekomen. Dus daar zat inderdaad vijf jaar tussen. In God of War. Uh, Kratos is oud geworden, een oude baas. En uh, hij uh, heeft een zoon, uh, Atreus. En uh, ja, die wil eigenlijk gaan leren. Om uh, ja, te leven in de woeste wereld van, ja, van wat he, he, het vikingleven was op dat moment. He. Koud, uh, tundra, um, ja, niet echt een beschaving als zich. Um, en natuurlijk de Noorse goden komen hier in, uh, naar voren. Uh, deel 2 is natuurlijk die Ragnarok dan. Als je het, het ja, uiteindelijk gewoon... Uh, um, de goden, ja, ook, ook de, de, de grootste god binnen het Noorse. Uh, uh, namelijk Ragnarok, als hij die, die ook te pakken moet gaan nemen. Dus dat, dat gaat waarschijnlijk dan gaan gebeuren in het volgende deel. Maar uh, God of War was een compleet nieuwe stap. Zeer gewaagd. Uh, ik heb toen een presentatie gehad in Amsterdam. waarbij uh, Cory Balrog er ook was. En die gaf ook aan van uh, de keuze is niet makkelijk geweest. Uh, we hadden ook gewoon op het oude niveau door kunnen gaan. Maar we merkten als studio al we kunnen zoveel meer met de engine van de Playstation 4. We kunnen zoveel mooiere dingen maken. Waarom vasthouden aan die top-down? Waarom niet gewoon een iets andere invalshoek? Um, ja, ze wilden gewoon ambitie om iets, iets anders te maken. En dit is wonderbaarlijk gerukt. Dit is een van de beste, dit, dit, dit denk ik wel dat het een van de beste games ooit is. Eh, er zijn gewoon waarschijnlijk Zeg maar 40, 50 echt klassiekers. En deze hoort daarbij. De actie is fantastisch, maar vooral de verhaallijn, het acteren. Uh, de emotie, alles zit erin. Um, het grappige is, heel klein, klein feitje. Hij noemt zijn zoon de hele tijd boy. Weet je wel. Hij zegt de hele tijd: hey boy. Um, waarom doet hij dat nou? Waarom noemt hij hem niet gewoon Atrius? Weet je wel. Nou. Uh, een soort van huiskamerpsycholoog hadden allemaal iets van. Hij wil een beetje afstand houden van zijn kind. Want hij zal een keer een kind verloren, en dan als hij te veel eraan hecht, dan bad. Allemaal bullshit. Wat blijkt nou gewoon? Uh, toen ze de game al ja, eigenlijk al vrij ver in de productie waren, wisten ze nog steeds niet hoe gaan we dat kind nou noemen. En op dat moment hebben ze toch al teksten laten inspreken. En uh, op dat moment gebruikten ze eigenlijk een beetje een soort van fillers. Door in plaats van eten, gewoon te zeggen: Boy. En uh, dat hebben ze eigenlijk zo gehouden. Want ik vind het ook heel vet klinken. Uh, je, je kunt er dan meteen dat stukje psychologie aan houden. Maar dat, is, dat, dat komt er dan eigenlijk meer als een soort gelukje bij. Uh, ze hebben het gewoon zo gelaten. En het is inmiddels een gevleugelde tekst geworden. Wel geloof ik weer een nieuwe stemacteur, omdat die oude stemacteur had iets gedaan wat niet helemaal door de beugel kon. Um, en van God of War komen we natuurlijk nu straks dan uiteindelijk op 9 november aan bij God of War Ragnarok. En, um, daarmee wordt dan deze Noorse sectie afgesloten en waarschijnlijk gaan we nu naar de Egyptische setting toe omdat daar dus ook al Raakvlak in zitten. De Egyptische uh, mythologie wordt ook al een paar keer vernoemd in God of War en God of War Ragnarok. Dus dat lijkt mij de meest logische overgang uh, die we gaan krijgen. Is dit dan alles wat er van God of War is uitgekomen? Nee, er zijn namelijk nog twee games uitgekomen die waarschijnlijk heel veel God of War fans niet kennen. Allereerst is daar de uh, game A Call from the Wilds in 2018. Hou je vast, dit was een text-based game op Facebook Messenger. Dit is hem eigenlijk volkomen ontgaan. En hij schijnt ook nog best wel ontzettend leuk te zijn. Ik weet niet hoe dit werkt. Uh, ja, text-based weet ik wel. Uh, maar goed, uh, deze game uh, is dus uitgekomen. Het zijn vooral de hardcore fans die dit hebben gespeeld. Waarschijnlijk, uh, ik ben benieuwd of er mensen in de comment zijn die uh, dit ook kennen. Uh, het is een short prequel voor. God of War. En uh, laat je wat meer. Ja, wat meer. Geef je wat meer achtergrond over. Uh, de Noorse mythologie. En waar je uiteindelijk naartoe gaat. Um, ja, ongelooflijk. Een, een, een text-based game op Facebook Messenger. De andere game is. Hou je vast. Een cellphone game. Ik zeg niet een mobile game. Want het heeft niks te maken met die smartphones. Het is echt ouderwets nog. Zo'n cellphone. Zo'n Nokia. En het heet God of War Betrayal. En ook deze game is niet verkeerd. Uh, het is niet mijn mening, want ik heb hem echt niet gespeeld. Ook deze heb ik nooit meegemaakt. Uh, maar de mensen die het gespeeld hebben, dus uh, die dit soort games vaak uh, speelden, die zeggen dat dit een alleraardigste platform-actiegame is. Uh, ja, die ook weer een stukje van het verhaal vertelde. Maar uh, ja, bizar. Het, het geeft wel aan dat voor Sony en voor PlayStation God of War... Ja, gewoon een hele belangrijke serie was. Waar ook veel geld mee is verdiend. Dus vandaar ook die spin-offs van comics, merch. Uh, de, de Metal CD. Uh, film. Gaat niet door. Dan de serie, maar het is ook wat uh, PlayStation heeft aange aangekondigd. Hè. Jim Ryan en Herman Huls die hebben ook gezegd van we willen gewoon die IP's die we hebben. Die willen we ook gaan vermarkten. Dus niet alleen maar dat singleplayer avontuur. Er moet inderdaad merch komen. Er moeten boeken komen. Wie weet moet er een. een um, um, uh, ja, een free-to-play versie komen. Uh, games en servers, weet je wel. Waardoor je lang door kan gaan spelen. Ik weet niet allemaal wat er in het vat zit. Op dit moment werken ze aan God of War Ragnarok. Uh, ik denk inmiddels trouwens niet meer. Die game is gewoon af. Misschien dat ze de Day One patch nog aan het maken zijn. Um, ik ben benieuwd wat er dan hierna gaat volgen. Gaan ze inderdaad ook daadwerkelijk een hele andere kant op? Omdat. Uh, er ook een soort van, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een Assassin's Creed-achtige wereld moet komen waar je alle episodes in kunt. Of misschien Assassin's Creed Infinity, waar je alle episodes in kunt hangen, zodat je meer uh, in-game transactions kunt uh, gaan uh, uh, verdienen. Of gaan ze gewoon het volgende avontuur maken, waarschijnlijk dan in de Egyptische uh, mythologie. Of doen ze misschien ook wel allebei? Ik, ik zou het echt niet weten. Het enige wat ik weet is dat ik uh, zo snel als mogelijk... ...Gore of War Ragnarok wil gaan spelen. 9 november ligt hij in de winkels. En kort daarna zul je ook zeker de review bij ons kunnen verwachten.